Hallo allemaal, welkom bij level 3 van Hedy. Maar voordat we naar level 3 gaan, gaan we nog even kijken naar level 2, want misschien had je gezien dat daar een beetje een gek probleempje in de code zit. Deze code die doet het goed. Ik maak naam Hedy en vervolgens print ik heet naam. Voer je die code uit, dan krijg je ik heet Hedy. Nou, tot zover alles goed. Maar misschien wil je wel een ander zinnetje uitvoeren. Misschien zou je wel willen zeggen, mijn naam is Hedy. Als je deze code uitvoert, dan gebeurt er iets geks. Want wat krijg je dan? Mijn Hedy is Hedy. Dat is niet wat je wil. En eigenlijk is dat niet zo gek, want hier in die regel 1 hebben we afgesproken met Hedy. Iedere naam gaan we vervangen door Hedy. Dus daar komt dat door. Maar ja, soms wil je niet die naam die je hebt ingesteld, maar je wil gewoon het woordje naam. Nou, dat gaan we oplossen in level 3. Kijk maar eens even met mij mee. In level 3 kun je nog steeds naam is Hedy intikken, maar vervolgens moet je daaronder zetten mijn naam is tussen aanhalingstekens. Dus hiervoor staat een aanhalingsteken en hierna staat een aanhalingsteken. Dat betekent dat die woorden precies letterlijk zo zijn uitgevoerd. Dus precies die woorden. En daarna komt de naam, die staat niet tussen aanhalingstekens. Dus die laatste, die tweede naam, die gaat Hedy kijken van hey, even kijken wat hebben we afgesproken. Oh, die naam die ken ik, die is Hedy. Kijk maar eens, nu staat er mijn naam is Hedy. En als ik dus deze aanpas naar Feline, dan krijg ik netjes mijn naam is Feline. Dus vanaf nu in level 3, maar ook alle levels die boven level 3 zijn, moet je wat je letterlijk uit wil printen achter de print tussen aanhalingstekens zetten. Anders werkt het niet. Dat geldt ook als je iets wil printen wat je met een ask hebt ingesteld. Dus kijk, hier heb ik onze oude vertrouwde kleur is ask. Wat is je lievelingskleur? Ook bij het printen na een ask zul je aanhalingstekens moeten gebruiken. Wat is je lievelingskleur? Nou, vandaag is mijn lievelingskleur een keer roze. Dan is ook jouw favoriet is dus tussen aanhalingstekens geprint. Dus dat is de nieuwe regel in level 3. Wil je iets letterlijk printen, gebruik je aanhalingstekens. Wil je zo'n woordje printen wat je van tevoren hebt ingesteld, dan mag het nog steeds zonder aanhalingstekens. Succes met programmeren in level 3.